Het is niet zo dat ik met mijn oog tumoren kan herkennen. Maar vaak, vaak zie je het wel, ja. Dus het wijkt af. Het heeft ook een niet zo'n prettige kleur, gek genoeg. Dus het gezonde weefsel oogt fijn. En een tumor, die roept meteen aversie op. Mijn naam is Joost Boormans. Ik ben uroloog hier in het Erasmus MC Kankerinstituut. Het klopt dat blaaskanker een beetje een onderbelichte tumorsoort is. Je hebt eigenlijk de grote vier tumoren. Dat is prostaat, borst, darm en long. En blaas staat op nummer 5 qua het voorkomen van de tumor. Alleen het is bij het grote publiek toch wat minder bekend. Tabak bevat veel giftige stoffen, dat is misschien wel bekend. En die inhaleer je, maar die worden ook opgenomen in het lichaam. En via de bloedbaan worden die weer uitgescheiden in de urine. En de blaas heeft een soort reservoirfunctie en capaciteit. Dus de urine die staat daar een tijdje in. En dan krijg je die giftige stoffen de tijd om in te werken op de blaaswand. Alleen duurt het heel lang voordat er dan uiteindelijk kanker ontstaat. Maar rook- en blaaskanker zijn heel sterk aan elkaar gerelateerd. Dus het belangrijkste advies dat we aan patiënten ook kunnen geven is echt stoppen met roken. Het laat zich gewoon heel moeilijk voorspellen. En dat is medisch gezien heel interessant. Maar ook in de praktijk, in de dagelijkse klinische praktijk, is dat natuurlijk heel frustrerend. Nou, een recent voorbeeld is iemand die ik al een tijd lang ken en geopereerd heb. Dat was succesvol, de operatie was succesvol, het herstel was vlot. En toen 2 jaar later kwam de ziekte helaas toch terug. Vrij onverwacht voor mij eigenlijk ook. Meestal als je die eerste 2 jaar door bent, dan wordt het steeds rooskleuriger. Maar dat kwam onverwacht terug en dat kwam heel hard terug. Je probeert je natuurlijk altijd professioneel op te stellen, maar een dokter heeft ook gevoel. Een tumor met agressieve kenmerken, die behandelen we ook agressief. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook goed op de behandeling zal reageren. Dus goed op de bestraling of goed op de chemotherapie. Of zich, als je hem opereert, dat hij nooit meer terugkomt. En daar valt nog heel veel winst te behalen. Dus je neemt een hapje uit de tumor. Je krijgt een uitslag, een DNA-volgorde. En dan weet je van, deze afwijking die vraagt om deze behandeling. Het Erasmus MC Kankerinstituut heeft zich onder andere toegelegd op blaaskanker. Dat is een van de speerpunten. En we hebben een aantal jaar geleden het blaaskankercentrum gestart. Dat is eigenlijk een soort regionale functie heeft dat centrum. Waarbij we alle patiënten met die agressieve vorm van blaaskanker uit de regio hier op een multidisciplinaire polykliniek zien. Mijn ambities liggen toch op het beter kunnen begrijpen van een tumor bij die patiënt. Dus niet zozeer de tumor zelf, maar in combinatie met die patiënt. En als ik daar meer kennis van zou kunnen krijgen, meer beter zou kunnen begrijpen, en ik niet alleen natuurlijk, maar met de rest van het team dat zich met die tumor bezighoudt, dan weet ik zeker dat uiteindelijk zal leiden tot een betere overleving en ook een betere kwaliteit van leven.